Het trommeltje van buurvrouw Broodtrommel. Noem een getal onder de 10, zegt het jongetje dat voor de deur staat. 7, roept buurvrouw Broodtrommel vrolijk. Yes, zegt het jongetje, gefeliciteerd, u heeft gewonnen. Wat grappig, zegt de buurvrouw. De familie Takkenbos won laatst een olifant toen ze meededen aan een televisieprogramma. Krijg ik nu soms ook een olifant? Nee hoor, zegt het jongetje opgewekt. U krijgt mij en ik heet Bart. Leuke naam, zegt buurvrouw Broodtrommel. En ik ben Annie. Annie Broodtrommel. Het is leuk dat ik je gewonnen heb. Dat moeten we vieren. Laten we samen ergens gaan eten. Ik moet alleen wel eventjes mijn broodtrommel pakken. Gaan we dan een boterham eten? Vraagt Bart aan de buurvrouw. Nee, natuurlijk niet, zegt buurvrouw Broodtrommel. Ik zat eigenlijk meer te denken aan pannenkoeken. Maar dan kunt u toch beter uw geld pakken, roept Bart verbaasd. Geld, zegt de buurvrouw. Kom nou, dat is helemaal niet nodig. Ik betaal nooit iets en dat gaat prima. Let maar op. Even later lopen ze samen op straat. Wat zit er eigenlijk allemaal in die trommel? Vraagt Bart nieuwsgierig. Allemaal prijzen. Kijk maar. Buurvrouw maakt met een geheimzinnig gezicht het trommeltje open. Er liggen 2 zilveren bekertjes in, 4 medailles aan een lint en allerlei gouden en zilveren speldjes. Zijn die allemaal echt? Vraagt Bart. Nee, ben je gek? Het is nep. Ik heb vroeger een feestwinkeltje gehad. Op zolder staan nog dozen vol met dat spul. Het is gewoon blik. Maar dat geeft niks, want iedereen is er blij mee. En ik krijg er van alles mee voor elkaar. Buurvrouw pakt een zilveren medaille uit de trommel. Deze moeten we hebben. Loop jij nu snel even langs de huizen en snuffel aan de brievenbussen of je ergens pannenkoeken ruikt. Dan wacht ik hier wel op je. Oké, zegt Bart. Hij rent snuffelend van brievenbus naar brievenbus. 10 minuten later komt hij terug. Daar eet iemand pannenkoeken. Hij wijst op een klein wit huisje. Kom op dan, zegt de buurvrouw. Snel, voordat ze op zijn. Als ze voor de deur staan, belt Bart aan. Goedenavond, zegt buurvrouw lachend tegen de vrouw die open doet. Wij zijn op zoek naar de lekkerste pannenkoeken van Nederland. En zo te ruiken zijn we niet voor niets gekomen, want het ruikt hier werkelijk verrukkelijk. Buurvrouw Broodtrommel houdt de zilveren medaille omhoog. Is die voor mij? Roept de vrouw uit. Ho, wat enig! Nou, buurvrouw Broodtrommel aarzelt. Alleen als u echt de lekkerste pannenkoeken bakt. We moeten uiteraard nog wel even proeven. De mevrouw knikt. Maar natuurlijk, dat begrijp ik. Kom maar gauw binnen. 10 minuten later smullen buurvrouw Broodtrommel en Bart allebei van een heerlijke pannenkoek. Hoe smaken ze? Vraagt de vrouw zenuwachtig. Jam, jam, mompelt Bart. En buurvrouw Broodtrommel knikt. Heel goed. Bart propt net een enorm stuk pannenkoek naar binnen. Hij doet nu de prop in je mond test, zegt buurvrouw glimlachend. Maar onder de tafel geeft ze Bart een schop. Doe maar even de kleine hapjes proef, Bart, zegt ze streng. Bart wordt van schrik een beetje rood en eet dan met keurige hapjes verder. Deze pannenkoeken zijn in één woord uitstekend, zegt buurvrouw tevreden. Wat mij betreft hebt u gewonnen. Hier is uw pannenkoekentrofee. Met een ernstig gezicht overhandigt buurvrouw Broodtrommel haar de medaille. De vrouw die slaat haar handen voor haar gezicht. Hemeltje, roept ze dan. Wat geweldig! Ik heb nog nooit zo'n belangrijke prijs gewonnen. Bakt u soms ook de lekkerste appeltaarten? Vraagt Bart. Dat weet ik niet, zegt de vrouw opgewonden. Maar ik ga gelijk oefenen. Buurvrouw Broodtrommel lacht. Goed idee, dan komen we die ook weer eens proberen. Wie weet wint u dan ook weer een medaille. Dolgraag, zegt de mevrouw blij. Ik ga in elk geval ontzettend mijn best doen. Dit verhaaltje is afgelopen. Luister je de volgende keer weer mee? Naar een van de voorleesverhaaltjes voor kinderen.